Hoe hoog was het balkon? Ja, 2,5 verdieping. Ze was beland. Ja, 100% dood. Ze zegt, jij bent geen killer, man. Ik heb het wat gezegd. Een moment nodig. Dit is een hele gevoelige jongen voor geld, voor situaties. En hier kan hij geld krijgen. En er zijn meerdere momenten duidelijk naar voren gekomen dat hij dingen heeft gedaan voor het geld. Allemaal voor het geld gedaan. Nou, hoe lekker is dat? Geld verdienen met kletsverhalen. Zijn boek, Terror Jaap, overal zat hij. En overal zat hij wat anders te vertellen. Maar Joran gaat nog verder om aan geld te komen. In 2010 maakt Van der Sloot aanspraak op de $250.000 die was uitgeloofd voor de vondst van Natalie Holloway. In ruil voor een aanbetaling van $25.000 zou hij moeder Beth Holloway vertellen waar het lichaam van haar dochter was. Ja, hoe geweteloos is het toch niet dat hij probeert de moeder van Natalie Holloway, Beth Holloway, af te persen, geld te vragen en te mede te delen. Ja, dan ga ik zeggen wat er precies is gebeurd. Nou, dat is een enorm geweteloze actie natuurlijk. Er zit geen inleving in die gevoelens van die Beth Holloway. Dat is als ernstig te beschouwen. Je denkt, ja, dit is zuiver pathologisch. Joran ontvangt dus een bedrag van de moeder van Natalie, een voorschot, dat wilde hij ook hebben. En dan zal hij wat informatie geven. En zo probeert hij dus die 2,5 ton bij haar weg te halen. Moet je nagaan dat je dat dus doet, hè? Hoe slecht ben je dan? Op dat moment dat geld wordt overgemaakt, Joran opeens weg. Hij duikt op in Peru. Waar hij weer in een casino belandt. En waar hij weer naast de meisje zit. Net als Baruba. Op de dag, 5 jaar later, 30 mei 2010. Stephanie Flores wordt dood aangetroffen in een hotelkamer in de Peruaanse hoofdstad Lima. Waarschijnlijk, want dat is natuurlijk een beetje speculatief, ziet hij dat meisje naast hem flink aan het winnen is en hij niet. En dat irriteert hem. En hij lokt dat meisje mee naar een hotel. En hij vermoordt haar. Neemt haar geld mee, pikt haar auto en de kleren. Scheurt weg. En wordt bij de grens met Chili opgepakt. En zit sinds die dag in de gevangenis. Als ik eens even bekijk wat in feite deze zaak heeft ingehouden. De verdwijning van Natalie Holloway, het liegen, het bedriegen, de vrouwenhandel, de geschiedenis van middelengebruik, het vele gokken, de promiscuïteit, al die kenmerken, zichzelf voorop plaatsen, impulsiviteit, allemaal kenmerken. Ja, dan weet je dat een lopend kruidvat is. Dat het echt gevaarlijk is dat je daar iets mee wil gaan doen. En helaas heeft dat geleid tot de dood van Stephanie Flores. En dan zou je eigenlijk heel graag van tevoren dat daar al zou zijn ingegrepen. Faking It Specials.